Zeg, heb je gehoord van Mien? Wat dan? Ja, het gaat niet zo goed met Mien. Ze lijkt wel psychotisch. Er komt ook niemand langs. Ja, er komt wel iemand. Die krijgt ervoor betaald. Heel raar. Kijk, dat is hem. Wat? Hallo? 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 Mien? Hallo Mien? Hallo? Ik ben Siet Zoege van het maatschappelijk werk. Ik kom bij jou langs, wij hebben een afspraak. Zou je misschien de deur willen opendoen? Ja? Hallo Mien. Hallo. Hallo. Siet Zoege, hallo. Hi. Hi. Wij hebben een afspraak. Zou ik misschien binnen mogen komen? Ja? Nou, fijn. Dankjewel. Nou, Mien, fijn dat ik bij nu mocht komen. Weet je waarom ik hier ben? Nee. Je weet niet waarom ik hier ben? Nee. Nou, dat lijkt me goed dat ik je dat vertel. Zoals ik al tegen je zei, mijn naam is Siet Zoege. Ik ben van het maatschappelijk werk, van Pro Persona. Wat we gaan doen, Mien, dat lijkt me heel goed voor jou om te weten. We gaan een ecogram maken. Ja, een ecogram? Dat gaan we doen. Ja, ja, ja. Wat is een ecogram? Nou ja, dat hoef jij helemaal geen zorgen om te maken, Mien, want dat is iets wat ik wel voor jou ga regelen. Ja, en dat lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. Nou, ik denk dat dat hartstikke goed voor je is, Mien. Totaal geen zorgen te maken. Nee, en als jij denkt van nou ik maak me wel zorgen of ik weet het niet meer. Nou ja, dan help ik je daar ook wel weer uit. Want ik ben maatschappelijk werker en ik los het allemaal op. Echt waar, je hoeft je totaal geen zorgen te maken. Helemaal niet. Mien! Mien! Ja? Ja, kun je misschien even samenvatten wat ik allemaal heb gezegd? Nee. Moet ik weer opnieuw beginnen? Kijk nou, daar heb je Mien. Hey Mien! Hey. Hi! Kom hier! Hallo! Kom hier! Kom hier! Kom dan! Kom dan, jongmeid! Kom maar gezellig! Ja! Wat gaat ze nou doen? Mien! Oh. Mien! Mien, kom! Mien! Kom! Mien! En ik moet alles alleen doen. Wie helpt mij nou? Mien. Mien. Kom overeind. Mien. Ik ga je helpen. Echt waar. Idee. De verzorgingsstaat van Mien is op. We moeten met iets nieuws komen. Dag Mien. Hi. Hallo. Hi. Daar ben ik. Ja. Ik kom naast je zitten als je dat goed vindt. En nou, je hebt al een papiertje met een stift klaargelegd, zie ik. Ja. Ja, wat fijn. Nou, weet je wat we gaan doen vandaag? Nou, je hebt het wel verteld.
Samen een ecogram maken, zoals dat. Oh ja, ja, zo heet dat. Ja. Ja, het is misschien een beetje een moeilijk woord. Ja, ik ken het niet. Nee. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat we, nee, dat we jouw naam op gaan schrijven. Okay. En dat we inderdaad gaan kijken van nou, wie is nou jouw netwerk? Oh ja, mijn netwerk. Ja, ja. Dus nou, laten we beginnen en eerst wil eigenlijk vragen doen of jij dat zelf wil doen. Als jij nou in het midden met een grote cirkel eromheen Mien zet, dan lijkt in één keer heel belangrijk. Kijk naar de mensen om je heen. Wie komt er dan als eerste in je op? Ik denk mijn zus. Je zus. En hoe heet je zus? Loor. Loor. Nou, dan zou ik zeggen, schrijf Loor erbij, waar jij prettig vindt. Laten we tevens kijken wat jouw netwerk nog meer voor jou kan betekenen. Hè? Wat doet jouw netwerk nu al? Maar ja, wellicht dat je bijvoorbeeld mensen hebt in je netwerk die je nu nog niet, die nu nog niet echt een functie hebben. Snap je wat ik daarmee bedoel? Niet helemaal. Nee, nou dat hij nu eigenlijk, ja, het is wel jouw netwerk, maar eigenlijk doe je er verder niets mee. Oké, ja. Dat we gaan kijken van, nou misschien kunnen we hem wel gebruiken. Oké. En zo gaan we dat met jouw hele netwerk doen. Oké. Vind je dat goed? Dat vind ik goed. Fijn. Mien! Nu sta je in je eigen kracht. Mien! Mien! Joehoe! Mien! Hey, kom! Mien! Allemaal mensen om zich heen. Ik dacht, misschien kunnen wij ook wel een keertje langs gaan bij Mien. Ja, lijkt me gezellig. En dan nu nog de vraag, waar denken jullie dat het filmpje over gaat?